Super Trash-eigenaar Olze Gülsen heeft zaterdag net voor de show op de Amsterdamse International Fashion Week de eerste Samsung Galaxy Ace in ontvangst genomen. Gülsen is ook de ontwerpster van het bijbehorende telefoontasje. Nee, ik vind zeker heel goed dat er een speciale smartphone is voor vrouwen. Want de vrouwen van tegenwoordig net zo hard werken, net zo gemotiveerd, net zo snel als een man. Dus we moeten echt up-to-date blijven. Wat uniek aan dit tasje is het feit dat hij natuurlijk een telefoonhoes heeft, maar ook een tasje is bij elkaar. Dus iedere vrouw kan ten alle tijden alles bij zich hebben wat ze nodig hebben. En dit kan ook weer los in je grote tas. Dus het lijkt mij heel bijzonder, ja. Hij is stylisch verantwoord, mooi black and white design. Hij is smart en sexy. Hey, wat vind jij? Past hij bij me? Ben ik een beetje smart en sexy? Ja, absoluut. Ik hoor net dat hij past. De nieuwe smartphone is speciaal ontworpen voor de hardwerkende zakenvrouw. Dit jaar is echt het jaar van de smartphones en ja, daarom is het ook heel logisch dat Samsung dus ook de smartphones echt specifiek naar de vrouw toe brengt. Nee, hij is heel mooi, ik vind hem slank, het heeft een hele mooie slanke lijn, hij is heel erg dun. Het unieke van dit toestel is dat het wederom een smartphone is, draait op het Android systeem van Google. Daarmee heb ik toegang tot duizenden applicaties en al mijn sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Hives. Een goede hippe vrouwtelefoon. De Samsung heeft een traditie in telefoons voor vrouwen. Ja, dan is deze eigenlijk de logisch volgende stap in de lijn. Vanaf februari is de nieuwe mobiele smartphone verkrijgbaar.